bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Speciale dag. Ja. Wat voor dag is het vandaag? Laatste dag. Laatste dag van wat? Van de basisschool. Juist, laatste dag van groep 8 basisschool. Ja. Het is een woensdag. Ja. En morgen hebben jullie denk ik een soort studiedag of iets dat zijn, weet ik niet. Het is een vrijdag. Je mag morgen nog wel naar school. Oh ja? Oké. Okay. Ja, opruimen. Oh, opruimen, ja, ja, oké. Okay. Maar vandaag worden jullie officieel uit school gegooid. Ja, alleen gegooid. Ik kan morgen niet. Nee, morgen geen Europa, dus dat... Ik ga naar Katwijk. Je gaat naar Katwijk. Katwijk. Hartstikke goed. Hey, luister, dus... En zo meteen ontbijt op bed? Of bed? Bed? Ja. Mag ik dromen? Ja, kan je komende week op bed doen, ja. Hey, maar met z'n allen op school ontbijten? Ja. Iedereen wat meenemen? Ja. En dan... Neem chocoladebroodjes mee. Chocoladebroodjes nemen. In de verpakking nog. En dan is het eigenlijk, zit het erop. Ja, heel apart. Ja, heel apart. Klopt, nog een paar uur. Nee, vind ik niet kloppen. Nee, ja, dat is natuurlijk. Dat heeft iedereen natuurlijk in groep 8. Ja. Die naar de middelbare gaat. Ja, ik denk wel dat het leukste op de middelbare. Ja. Maar alsnog, het klopt niet helemaal. Voor je gevoel is het even lastig. Ja. Ja. Maar goed, aan de andere kant, je gaat ook weer een nieuw hoofdstuk heen. Ja, dus dat lijkt me. Dat is ook wel weer leuk. Dat is ook weer een uitdaging. Dus dat is ook wel weer positief. Ja. Maar dit hoofdstuk is eventjes minder. Laatste dag. Oh, en ja. Vandaag gaan we ook nog een filmpje kijken van echt alle jaren. Ja, nou die heb ik al gezien. Ja, ik heb hem al gezien. Hij is leuk gemaakt. Ik weet niet wie van de juffen het heeft gedaan. Juf Adrien. Maar die heeft ze heel leuk gedaan. Eigenlijk alle stukjes filmen van de afgelopen jaar die ze bij elkaar hadden verzameld. Die hebben ze achter elkaar gezet met een leuk muziekje erachter. Ja, ik wou vandaag nog niet kijken, want dat vond ik een beetje oneerlijk. Want we gaan er vandaag met de hele klas kijken. Ja, nou ja, goed, iedereen heeft gisteren het linkje gekregen om te downloaden. Ja. Dus dat, maar het was leuk. Dus dat hebben ze heel leuk gedaan. Dus dat is prima, een leuke herinnering voor later. Ja. Jij gaat nu je spullen pakken. Ja. En dan gaan we even, ik ga mee dit keer nog even fietsen naar school. De laatste keer dat ik mee kan fietsen. Ja. Dus ik wil eventjes ook, vind ik ook wel leuk. En dan hebben we om een uur of 12 hebben we dan het... Kwart voor twaalf uit uithouden school. Er staat vandaag wel een stormbaan voor ons. Kijk, nou wie weet wordt dat nog wat. Hey, we gaan fietsen. Yes. Ben je nu zover? Ja. Oké. Dan gaan we. Wanneer ben je zover? Dat weet je niet. Oké. Oké, we fietsen al door. Ja, zo. Ja. Voor de eerste keer fietsen snel. Ja, nou we zijn er nog niet. Goed. Ja, volhouden. Oké. Okay. Even oversteken. Nou, kijk maar goed om je heen. Dag huisje, dag weggetje. Want de volgende keer, als je naar school fietst, dan fiets je een hele andere route, hè? Ja, en ik veel langer fietsen. Ja, het is wel langer fietsen. Maar dat fietspad hebben we al een keer gefietst en dat was goed begaanbaar. Ja, en weet je, ik fiets snel, dus... Ja. Maar asfalt ja. En eigenlijk minimale stoplichten en kruisingen. Als het stoplicht is, dan duurt het echt ontzettend lang. Ja, het is wel een heel lang stoplicht die er staat. Dus dat is minder lekker voor de regen. Ja, als het regent heb je even pech. Ja. Maar goed, je kan ook een beetje rekening houden met fietsen. Ja. Als je er aan komt fietsen, dat je denkt, oké, ik moet even langzamer fietsen. Dat ik in één keer... Dat je in één keer door kan. Ja. Dat doe ik nu ook al een beetje als ik richting Lifhavane ga. Ja. Dan pak ik dat ook wel een beetje. Ja, nou, we houden er ook wel rekening mee. Ja. Ja. Nou, dan ging je waarschijnlijk iemand ook voor het laatste school. Zoiets, ja. Of jarig. Ja, want dat hebben we deze week ook nog. Ja! Dat is natuurlijk door alle drukte en hectiek, wordt het even vergeten. Nee hoor. Maar overmorgen is ze ook nog jarig. Ja! Ja, ja. Ja. En dan wordt ze 12. Ja. Dus eigenlijk op een van de laatste schooldagen. Dus je hebt gisteren getrakteerd, hè? Of eergisteren? Eergisteren. Ja. Dus dan hebben we ook nog. Ja. Nou ja. En zo blijven we allemaal. Dit is een gekke, drukke periode. Ja, maar ik vind het wel leuk hoor. En dan oma ook nog in het ziekenhuis. Ja, dat is minder leuk. Dat is minder leuk. Dus ja, zo zijn we natuurlijk continu eventjes bezig. En hebben jullie even andere vlogjes dan anders? Ja. Maar goed, dat is even niet anders. Maar de verjaardag komt er ook nog aan. Ja, de verjaardag komt eraan. Maak je daar maar niet druk op als je afvraagt, je bent echt een vierjarig. Ja. Dat klopt. Ho, 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 ho.
Allemaal kinderen in het haast. Allemaal laatste dagen voor de vakantie. Ja. Volgens mij moeten de andere klassen wel. Nog twee dagen naar school nog? Ja, eigenlijk met 7 die moeten gewoon nog morgen naar school en dan hebben we de vakantie. Oh ja, oké, ja. Dus we hebben 1 zielig dagje extra. Heel 1 dagje extra. Zo. En dan zouden wij morgen ook natuurlijk nog kunnen helpen met opruimen. Ja. Maar ja. Ja, wat moet er allemaal opgeruimd worden? Maar niet zoveel, toch? Die tafels uit de klas. Ja, maar dat kunnen ze ook zelf. Nee. Die docenten mogen ook iets doen. Dat zie jij niet. Ja, dat is de enige. Maar de rest kan allemaal als jonge meiden. Ja. Hoe kom? Ja. Ze hebben 2 jaar COVID gehad. Nou mogen ze een beetje bewegen. Maar goed, hey topper. Ik kom jou vanmiddag op het hoofdgebouw ophalen. Ja. Ga ik even zien hoe je eruit gegooid wordt. Heel veel succes vanochtend. Dank je. We gaan binnen. Ja, joh, zo. Nou, geen succes. Zo, het is 11:30. Ik ben op weg naar Bobbelier, de school, het hoofdgebouw. Dit is een van mijn laatste keren dat ik op deze manier dus haar de fiets ga ophalen. Een lagere schoolhoofdstuk zal hierbij afgesloten worden. Ik ben heel benieuwd hoe de toekomst eruit gaat zien. Middelbare school. Alles eromheen. Dus dat is wel heel leuk. Maar goed, voorhoofd ik. Lagere school is nu klaar. Dus we gaan nu even naar school toe. En dan worden ze uit school gegooid, geslagen, geschopt. Weet ik veel wat, getrampolierd. Gematrast, gesprongen. Ik heb geen idee. We gaan het horen. En we gaan het zien, jullie ook. En dan ben ik. We gaan vanmiddag eventjes naar moeders toe. Dus weer een volle dag. We zijn bij school aangekomen. Ik zal de telefoon even op stil zetten. En dan gaan we eens even kijken wat hier allemaal te beleven is. Nee, je weet maar nooit. Leuk. Nou, dus hier allemaal paniek op het plein. Kinderen allemaal zenuwachtig. Dit is Bobby de fiets. Ziet er heel goed uit. Ik vind het wonder dat hij op slot staat. Maar goed. Ja, mij vier. Jij zit mij ook. Kom, Mia, Jara! Alina! Ja, maar
tijd moet staan. Nee. Nee. Okay. Zeker als ik jou even te lachen heb gehad. Kan jij even lachen? Ja, is goed. En dan, nee, het echt leuk om naar super lachen. Nou, tot volgend jaar. Natuurlijk mag je een foto. Ja, dankjewel. Heel veel plezier volgend jaar. Ja, dankjewel. Jay, ga lekker genieten. Ga eerst lekker van de vakantie. Ja, okay. Heel veel plezier voor morgen. Ik ga even kijken als iemand anders hier. Ja, dat is het. Niet helemaal van jou. Ik heb zo goed. Ik zo ontzettend leuk op jou. Ik vind het gezellig. Geloof me. Ja, mevrouw, ik heb hier wat spullen nog van. Heb ik allemaal nog hier? Ja, leg me op mijn zadel. Maar dat valt eraf, denk ik, schat. Nee hoor. Nee, het is te groot. Nee hoor. Heb ik alles? Ja, ik heb nog een bandje. Ja. Nou, hè? Jongen. Wat een tranen en wat een feest. Ja, allebei tegelijk. Doei. Doei. Nou, de opa's gaan weg. Ja. Wel leuk dat ze erbij waren, hè? Heb je alles? Nee. Wat mis je nog? Die gratis. Die gratis. Heb ik die nog op mijn pols? Heb ik die in mijn zak nog zitten? Dat denk ik. Die en gratis. Anders. Gratis? Ja, gratis. Die. Gratis. Heb je gratis terug? Hè? Nou goed. En ik heb nu een bedrijf voor mijn werkstuk. Oké, okay, nou dat gaan we dan zo eventjes kijken. Hij allemaal. Is goed. Hij is goed. Kijk. Oeh. Ja goed. Heb je al je spullen uit de kast gehaald? Ja. Al je spullen uit school gehaald. Ik denk het wel. De spullen ingeleverd die je moest inleveren. Oké, okay, een leuke foto. Ja, dat is van toen eergisteren. Oh ja. Gisteren, ja. Leuk. Eergisteren. Ja, dat was eergisteravond. Ja. Dat hebben we op video ook staan. Hier, echt mijn hele rode gezicht. Ja, ja. Nou ja, leuk schat. Wat zoek je? Fietsleutel. Sorry? Mijn fietsleutel. Ja, die weet ik niet waar die heb. Oh nee. Ja, ik zei het nog in de video. Ik zeg, ik hoop dat ze de fietsleutel wel heeft. Nee. Wacht. Oh, bij het sticky. Nee. Het sticky zit daarin. Oké. Okay. Ander vakje. Ja, ander vakje. Ja, top kan je. Lachen! Oh, niet lachen! Lieveling bij jou! Dag liefje. Ja, dat was hem. Ja. We fietsen. Ja. En ik heb de school
achter mij. Ja. Pittig, hè? Ja. Heftig, hoor, wijf. Nou goed, je hebt het top gedaan. Heel goed. Ja. Wat is dat? Ja, het is dat, denk ik, die mevrouw. Wat is ja, dat? Ja, ze kan ook. Ja, wat is dat? Ja. Nou ja. Nou goed. Okay. Hebben iedereen afscheid genomen van wie je wilde afscheid nemen? Ik denk het wel. Ja. Oké. Okay. En anders kun je natuurlijk altijd nog de 06-nummer. Ja. En dan kun je zelf even appen. Ja, dan. Nou, dan is eigenlijk nu officieel je vakantie begonnen, hè? Ja. Ja. Ik weet het nog niet helemaal. Je weet het nog niet helemaal? Ik weet het nog niet helemaal. Ja. Ik dacht ook niet echt of ik nou echt blij moet zijn. Ben. Ja, of je weg bent. Nee, dat merk je pas over een paar weken. En of ik blij moet zijn of als ik... Ja. Ja, dat begrijp ik. Dat weet je niet. Ik slaap het nog niet helemaal. Nee, maar dat komt dat wel over een paar weken pas, want dan ben je drukker bezig weer met de middelbare school. Ja. En nu moet je dit even verwerken. En dan pas besef je, oh ja, ik zit ja. weer op de basisschool. De basisschool. Want dan, dan ga je ook dingen zeggen, ja, ik heb echt zin om die en die te zien. En dan denk je, oh, wacht, ja. Ja, ja. Ja, klopt. Ja. Ik moet dit zien, want ik kom echt al met 6 of 7 kinderen nog in de klas. Dus ja. Op zich. Ja goed lui, we gaan naar huis toe, ja. Even wat eten en dan Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!